Henne van Bergijk op de Prepoloog in 2006. Een soort van beroemd geworden toch, met je XT500. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Ja, dat is zeker. Dat is 8 jaar geleden. Ja. Het lijkt zeker lang, maar niet snel vergeten. Rode lantaarendrager bij de motorrijders is Henno van Bergijk. Hij staat helemaal achter in 119e, maar ook hij wil Dakar halen. Het was een heel avontuur. Hè? Je hebt de rally toen uitgereden wat niemand gedacht had. Nee, dat klopt. Ja. Het was vooral een nachtelijk avontuur. Ja. Daarna, ja, Zuid-Amerika, 2009 met een 96 uitgereden. 2 jaar terug met de Huzenberg, eigenlijk met deze motor ook. Ja, te vroeg uitgevallen. Ja, klopt. Maar wat leuk dat je dat nog van 2009 weet. Ik had eergisteren had ik die motor nog, die 690. Hè? Groen was die volgens mij? Ja, groen, klopt. Ja. Die staat hier nou ook in het museum tussen die oude DAFs. Maar die motor, ik snap niet hoe ik die naar de finish heb kunnen brengen. Want is die zwaar, joh? Dat is niet. Die is niet te tillen. Hè? Die is gewoon niet eens. Aan de achterkant kan ik hem niet eens vertillen. Maar goed, die heb ik naar de finish gebracht. En 2013 hadden we het over. En toen ben ik inderdaad gecrashed na 3 dagen. Ja. Ja, we hebben die beelden allemaal gezien. Dat zag er heel heftig uit. Ja, het was heel beroerd, want ik viel voor de camera. Dus het ging heel de wereld over. Ja. En toch wel een blessure waar je lang last van hebt gehad. Ja, daar heb ik echt veel last van gehad. Dat was ook heel ernstig. Mijn pezen waren geschud van mijn schouder, alle pezen. Dus daar ben ik aan geopereerd. En het heeft zeker een jaar geduurd voordat ik überhaupt weer een beetje kracht had en kon bewegen. En het mooie is, en mijn dokter is vooral ook heel erg blij, of heel verwonderd eigenlijk, dat ik gewoon alles weer kan. Weet je, met deze. Ja, 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 ja. Hè, dat is niet zo vanzelfsprekend, maar gelukkig gaat het goed. Afgelopen Dakar was een hele zware. Die heb je dan niet meegemaakt. Was dat voor jou ook een reden om te zeggen van ja, daar wil ik toch eigenlijk wel bij zijn? Nou, die afgelopen Dakar die had ik natuurlijk heel graag willen meemaken. Want ja, dat leek mij heel uitdagend. Maar ik had wel het idee dat de temperaturen ook behoorlijk pittig waren. Maar ja, ik vond die afgelopen Dakar vond ik echt wel heel wijs. Ook in het klassement was het heel onvoorspelbaar en zwaar. Gewoon. Er gebeurde van alles. Dat had ik toch wel. Daar had ik absoluut bij willen zijn. Ik weet niet of deze Dakar dat zal evenaren. Nee, want er is. Dat zei ik namelijk ook. Er is ook alweer over geklaagd. Van ja, het moet ook weer niet te gek worden. Ik denk zeker dat die hitte ook daarin een rol speelt. Maar voor jou mag het gewoon lekker zwaar zijn. Absoluut. Nou, heel veel succes. Ja, dankjewel.